They hit my room, man. Blew up my bed. You're a pirate. I didn't like that one. Woo! Отдувайся. Vidjeli kako su Bangkok ispenju na brod. Tonight dozens of ships and hundreds of hostages in the hands of pirates in and around the lawless nation of Somalia. Held longest are Britain's Paul and Rachel Chalmers, who begin their second year in captivity today. The most recent victims were two of the German freighter hijacked just yesterday. And Peter tells the problem firsthand, the UN to meet special advisor on piracy went to visit the war-torn country. In a country broken by war and poverty, dawn promises little. But on the world's most dangerous coastline, Somali pirates set out on a raid they hope will make them rich. They have little more than guns, grenades, and bravado, but this is big business. Off the coast, one of the ships they've captured, one of 29 they're now holding for ransom with 500 crew on board. Piracy is out of control. Over the last month or so, we've seen a very sharp increase in the number of piracy attacks. Alan Cole is part of a struggling international effort to crush it. It's extremely difficult to suppress this level of criminal activity by the 22 navies out there. Yeah. 40 warships tried to catch the pirates and destroy their boats, but twice this weekend they failed and more cargo ships were taken. Still hundreds are arrested, so many that Kenya's courts can't cope, and Somalia's jails are bulging. Here it's 20 to a cell, and this is the showcase jail. Elsewhere, dozens of pirates are kept in metal shipping containers. They are chained together, and they're hungry. Need food. They might have made a fortune, and some do. Others are shot or drown at sea. Somalia is now getting Western help to build more jails. Building prisons for pirates will help, but it won't solve the big problem, which is that piracy is very big business. It even has its own stock exchange, where investors buy shares in the next hijacking in the hope of big returns from the ransom money. And in a very poor country like this one, the rewards can be huge. Pirates last year got £2 million ransom for this, the biggest ship ever taken. Another £2 million to release this ship carrying 30 Russian tanks. Russia has suggested storming Somalia's coastline to solve things. Dutch and British marines foiled dozens of attempted hijackings. But Somalia is floundering. You need help. We need help. We need money. We need support. We need cooperation.
Somali leaders say ransom payments are fuel on a fire. I think Dubai has become an industrial complex. An industry. The world's newly appointed pirate catcher agrees. Focus on this failed state, or every country will suffer. Question is sorry. Somalia's pirates aren't closing their eyes. Their ocean is too full of treasure for that. Bill Mealy, ITV News, Somalia. Wij kregen met ons team de opdracht om de motorvessel Taipan te ontzetten van de piraten. Er zaten 10 piraten aan boord, die hadden het schip gekaapt. En er zaten 15 bemanningsleden aan boord die veilig in de safe room beneden in het schip zaten. De sensor operator die gooit nu de fast rope line uit de helikopter. Hij zal zometeen ook de personen die langs de fast rope line naar beneden glijden, zal hij begeleiden. Ik zelf ben op dit moment aan het vuren met de MAG om dekkingsvuur te geven, zodat de piraten aan boord van de Taipan, dus die op het dek staan, zodat die niet de kans krijgen om op ons te gaan vuren. Nou, rechts ziet u de Hare Majesteit Tromp. Vanaf dit moment wordt ook vanaf de containers, van het dak van de containers, wordt dekkingsvuur gegeven voor de personen die alsnog naar beneden moeten glijden. U ziet ook dat de containers die hier opgestapeld staan, dat die ook voor ons best wel wat zichtdekking zorgen. Dus zodra er bijvoorbeeld een houder gewisseld moet worden, kunnen ze opzij stappen. Kunnen ze onder dekking kunnen ze hun houder wisselen en daarna kunnen ze weer terug het vuur overnemen op de brug. En van daaruit zijn we naar achter gegaan, naar het achterschip. En zijn we naar de brug gegaan om de Taipan te bevrijden. FPG zie ik, je moet je FPG in de boot. Hey, Roger. Even door aan de jacht. Goed op. Daar aangekomen hebben we eerst 6 piraten aangehouden. Die zaten op het benedendek. Die hebben we uit het raam laten komen, omdat het raam was kapot. Daar zagen we personen bewegen. Die zijn aangesproken en we hebben daaruit 6 piraten hebben we naar buiten laten komen. En die hebben alle 6 daar geboeid en die hebben we veilig gesteld. Op een gegeven moment op het achterdek werden stemmen gehoord door een van mijn teammembers. En die hebben op een gegeven moment daar zijn ze op gaan reageren. Die hebben ze aangesproken en daar kwamen nog vanaf het achterdek kwamen nog 2 keer piraten kwamen de hoek omzetten. Die waren ook ongewapend. Die hebben ook weer aanvat en geboeid. En uiteindelijk hadden we op die bewuste verdieping hadden we 8 piraten. Op dit moment is een van die piraten die wordt gesommeerd om naar beneden te komen. En onder het oog van een van de teammembers loopt hij naar beneden met zijn handen omhoog. En zodra hij beneden is, dan wordt hij aanvat en dan zullen ze hem gaan boeien. En uiteindelijk hadden we toen 10 piraten. De 3 man zijn we naar boven gegaan naar de brug. En via de brug die we nog moesten zuiveren, omdat dat ons zwaartepunt is, zijn we via de brug, toen die clear was, zijn we naar beneden gegaan. Hebben we de accommodatie van de bemanning van het schip hebben we allemaal doorzocht om te kijken of daar verder nog piraten waren. Wat ze in de accommodaties hebben gedaan is alles overhoop gehaald. Er lagen overal laptops op de grond. Er waren deuren ingetrapt. Er waren deuren, dwars doorheen geschoten. Het waren deuren die ze niet open kregen. Ze hebben in die 4 uur tijd hebben ze een behoorlijke ravage aangericht in het hele schip. Ze waren wel degelijk bewapend. Ze hebben ter plekke alles neergegooid. En dat varieerde van RPG's en RPG-7's en AK-47's tot pistolen. De Duitse kapitein besloot de deuren open te maken. En die kwam naar buiten met zijn hele club. En die waren natuurlijk hartstikke opgelucht. We hebben ze verzameld aan de bakboordzijde van het achterschip.
Daar hebben ze met z'n allen hebben ze verteld wat er aan de hand was. Hoe we aan boord zijn gekomen. We hebben een applausje in ontvangst genomen. Ja, die waren ontzettend blij om ons te zien.